We gaan op avontuur, staan altijd voor je klaar. Meestal zijn we samen, want we horen bij elkaar. Hij is wat onhandig en zij is een genie. Je allerbeste vrienden zijn Tommy en Sophie. Je allerbeste vrienden zijn Tommy en Sophie. Oh, een fles verplaatsen. Wow, oké. Je hebt één fles en de fles kun je verplaatsen naar de andere koker. Knip in je vingers en de fles is verplaatst. Wow. Ga je mee, Tommy? We gaan iets leuks doen. Wat gaan we doen? We gaan picknicken. Picknicken? Ja, ik heb allemaal taartjes gemaakt en limonade. En die gaan we ergens op een rustig plekje opeten. Oh, lekker. Picknicken en taartjes. Kom mee. Kijk, Tommy, dat is een leuke plek. Ja! Tommy, wat ben je aan het doen? Ik ben de grond aan het testen, Sophie. En, is hij goed? Ja, perfect om te picknicken. Sophie! Help! Sophie! Tommy! Help! Tommy, moet ik je even helpen? Ja! Kom eens, stop! Beweeg je niet! Waar ben je nou? Hier! Oh, Tommy toch? Nou, kijk eens. We pakken allebei een kant. Oh, allebei van één kant de punten. Ja, goed zo. Zo, kijk eens. Tada! Tommy? Ja? Wil jij wat drinken? Ja, lekker! Kijk eens. Limonade. In bekertjes. Alsjeblieft. Ja. Sophie? Ja, Tommy. Ik verveel me. Weet je wat ik nog meer heb? Oh, lekker! Hey. Vlieg neer! Hey, Tommy, dat is geen vlieg. Dit is een bij. Is dit een bij? Ik dacht dat het een irritante vlieg was. Je moet ook eerst goed kijken, Tommy. Een bij heeft haren en is geel met zwart gestreept. Dat is bij een vlieg niet zo. En bijen moet je niet doodmaken, want die zijn heel belangrijk. Weet je waar wij bijen allemaal voor nodig hebben? Klinkt misschien gek, maar als er geen bijen waren, dan zouden er misschien ook geen tomaten, aardbeien en bloemen meer zijn. Om die te laten groeien, moeten bijen ons helpen. En als er geen bijen zijn, dan hebben we ook geen aardbeien? Waarschijnlijk niet, Tommy. De bijen zorgen ervoor dat de bloem van het fruit wordt bestuift. Ze gaan eerst op de ene bloem zitten en dan kleven er allemaal zaadjes aan hun vacht vast. En dan vliegen ze zo naar de andere bloem en dan blijven die zaadjes op die andere bloem achter. En zo komen er nieuwe appels, tomaten en bloemen. Oh, sorry bij. Ik zal mijn taartje met je delen. Ah, dat is lief van je, Tommy. Sophie, er zit wat op je taartje. Huh? Tommy!
Bedankt voor het kijken naar onze aflevering. En wil je meer zien? Kijk dan nog eens rond op ons YouTube-kanaal. Daar vind je nog veel meer leuke video's. Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle nieuwe video's.